Tjie. Op de gang. Ik kijk even of de kamer in orde is. Ja, ogenblikje. In orde, in orde. Perfect. Welkom in het familiehotel. Nou, familie hebben we nog niet. Nou ja, de avond is te jong, dan kan er van alles gebeuren, zo is het toch? Dit is onze bruidssuite. En hier komt de bruid. Wauw, dat is een oldtimer, hè? Jongen, jongen, hè? Nou ja, goed in het vet houden, weinig gebruiken, gaan ze nog lang mee, hè, die dingen, hè. Maar goed, de avond komt wel om, want er is vanavond een leuk programma op televisie. Oh ja? Ja. Mooi, mooi. Mijn vrouw zei dat we heel wat anders gaan doen. Och, wat jammer. Vanavond een goede film op tv, hoor. Weet je ook alweer. De Bruiden van Dracula. Bruiden van Dracula. Oh, hij is al begonnen. Nou, hè, dan doen we één plezier en stuur die man onmiddellijk de kamer uit. Ja, ja, natuurlijk, meneer, u moet ook onmiddellijk weggaan. Wij moeten even rustig maken. Nee, u bent in de war. U moet eruit. Nee, u moet eruit. Ik heet Herman. Nee, ik ben Herman. Hoe kan dat nou? Ik ben toch Herman? Ik heet Herman, meneer. Heet u ook Herman? Schiet er maar alsjeblieft op. Hoe is het mogelijk? Herman. Ik heb u altijd anders kennis met u willen maken. Hoe maakt u het? Eruit. Ja, hartelijk bedankt voor de service. Nou zijn we in de bruidssuite, hè? Is het toch fijn om in de suite te zijn? Ja, wat gebeurt er naast me? Wat is dat? Ik begeleid het even. Nee, ik sta hier nog, want we hebben nog niet gedaan van bedankt voor de service. Oh ja, dat ben je vergeten, Herman, dat is gebruikelijk. Bedankt voor de service. Bedankt voor de service. Oh, dat komt in orde, mijn duifje. Ja, heel goed, duifje. Ja, meneer, hartelijk bedankt voor de service. Aangedaan. Het is goed zo. Ja, nee, maar dan moet ik toch doen van hoppa, tingeling, laat maar zitten, weet je wel. Oh, dat kan ook. Hoppa, tingeling, laat maar zitten. Nee, zeg het niet. Daag. Wonderlijke man. Neger. Nu zijn we dan toch met z'n tweeën. Oh, zijn we eigenlijk met z'n tweeën. Ja hoor, ik heb twee dagen. Zo, u hebt er zin in, zou ik maar zeggen. Nou zeg. Ja, ik blijf niet lang. Ik kom alleen maar even vertellen. Hier naast bed staat een telefoon. Ik denk misschien heb je hem niet gezien. Als u nou ineens wil bellen, je hebt toch wel eens dat je wil bellen. Je wil weten hoe laat het kippenwitten begint. Dat heb je toch wel eens. Meneer, u bent veel te vrijpostig. Wilt u nou ogenblikkelijk weggaan hier? Dat kan niet. Ik kom de kamer uitleggen. Dat hoeft toch helemaal niet meer weten. Natuurlijk. Maar weet u nou bijvoorbeeld waar de wekker staat? De wekker? Weet u niet, maar ik wel. De wekker staat aan deze kant, want dat vonden wij een leuke loop. Die zit hier. Torenklok aan de overkant van de straat. Pas laat. Hoe laat wil u ongeveer op? Want als u iets uit het raam hangt, doet u bij de wijzers, kunnen ze verplaatsen. Hoe laat? 10 uur. Hoeveel? 10 uur. 10 uur, zijn ik zo vast voor u op. Nou ja. Nou, hij is weg. Die is naar beneden gepletterd. Nou. Van 7 hoog, die slaat een rotfiguur. Ja. Nou ja, man, we laten ons weekend er niet op het derf, ik ga de koffers uitpakken. Ja, maar duifje. Ja, nou, als het kan toch op... raam uitstaat, dan is het nog niet zo lief. Hij komt terug. Hè? Hij komt retour. Hij komt retour? Ja, absoluut, kijk dan. Hè, man? Ja. Hand. 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 Ja, tijd voor de hand. Het is zo. Zo, zie jij wat of zie ik iets? Ik zie ook niks in de hand. Ik dacht dat u daar vandaan kwam. Oh nee, ik kwam van die kant. Dan komt zo, ik ben goed terechtgekomen. Ik ben een goede aarde gevallen zonder grote bak met goede aarde. Ik ging er bam recht in. Nou ja, wat zal u gedeeën, zeg? Dank u. Goedenavond. U hebt mij niet meer nodig. Alsjeblieft niet, gaat u weg. Ja, even, tot slot. Wat is dat? Michael Jackson. Het slaat toch helemaal nergens op, meneer. Blijft u nou weg, alsjeblieft. Ja, die man. Ik zei, joh, tegen wat ik hier heb. Nee, niet wel. Peenhaar. Vind je mooi? Ja, dat dacht ik wel. Ik heb er ook een beetpas, een pommetje mee. Een pommetje. Zal ik hem voor je aantrekken? Hartstikke sexy. Tuurlijk. Doe dat, hè? Ja. Zeg, maar blijf niet te lang weg, hoor. Oeh, mijn duifje. Oeh, mijn duifje. Ik hoorde de lokroep op de gang al. Wat is er? Nee, ik riep mijn vrouw. Oh, is dat, wat is wat er? Een dotje. Ja, leuk is die, hè? Ach, wat die jij is leuk. Hem ook leuk. Oh, wat een leuk dat zeg. Oh, ja, maar die is lolle. Ach jee, is hij dood? Dat is de peignoir van mijn duifje. Oeh, waar is duifje dan? Ja, die is even naar de bak.
Wauw, zo de duiven worden vroeg gelost, zie ik wel, hè. Oh, de doffer zit op de klep, hoor. Nou zeg, nou steut. Wil u nou alsjeblieft wieberen? U hebt mij niet nodig. Wieberen. Oké. I love you. Dit gaat toch veel te ver? Dit gaat heel ver. Dit gaat heel ver. Ik moet eigenlijk een overschieten. Ik denk dat ik ga klagen bij de directie. Excuus, neem ik aan. Wat is er nou gebeurd? Nou, dan hoor je maar aan hun vragen. De ketting gaat erop. Oh, niemand kan ons meer storen. De huwelijksnacht gaat beginnen. Ik heb overal op gerekend. Eindelijk met z'n tweetjes. Wil je koffie of thee bij het ontbijt? Zij speelde zo lang bij mij in de revue, ik zeg tegen haar niet eens meer u. Zij is zo idolaat van dieren, dat ze zelfs Maurice de hond wilde versieren. Haar eigen hond heet Bert, normalitair. Maar ze woont nu in het Gooi, dus nu heet hij Albert. Simone Kleinsma is haar naam en ook zij gaat er vanavond lekker tegenaan. Laat ze maar lachen, Fifi. Laat ze maar lachen. We nemen de trap. Oh, er is een lift. Opa, kunnen we met de lift? We gaan met de lift. Hoeven we niet te lopen. Met een doos aan een touwtje. Gaan we omhoog. Ja, met een doos. Oeh, pardon. Neem me kwalijk, ik neem de volgende wel. Dan kan u even met z'n tweeën blijven, hè. Zeker pas getrouwd. Ja, ik zag het, ze gulp stond open. Bonjour. Bonjour. Hallo. Heb je last met de keel? Pardon? Ben je keel? Oh, je ne comprends pas hollandais, monsieur. Salut. Je ne comprends pas hollandais. Oh, ben u Frans? Ah oui, je suis français. Ah, hallo Frans, ik ben Herman. Bonjour. Ja. Ja, est-ce qu'il y a problème avec l'ascenseur? Pardon? Problème avec l'ascenseur? Ik, gaat er een en gaat er daar weg? Goed. Problemen met de lift? Hoe met de lift? Oui? Nou, dat zijn geen problemen, maar er staat een pasgetrouwd paardje in. Die gaan even op en neer met z'n tweeën. Dus ik zeg, gaat er maar even. Paardje? Ja, die zijn pasgetrouwd. Qu'est-ce que c'est paardje? Nou, pasgetrouwd paardje, dat is een pasgetrouwd. Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est paardje? Nou, pasgetrouwd paardje, maar pasgetrouwd is een pasgetrouwd paardje. Je ne sais pas. Oh, le petit cheval. Ik doe het ervoor. Ze zijn in de witte broodsweken zodoende. Witte brood? In de witte brood, dat ze in een pasgetrouwd paardje... Qu'est-ce que c'est witte brood? Nou, dat zeg je toch zo, dat ze in de... Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est witte brood? Nou, in stokbrood, Franse stokbrood, tot zover zitten ze met z'n tweeën. Nee. Maak eens vragen, wat doet u eigenlijk voor de korst? Ik doe voor de kosten wat jij voor de lol doet. Voor de lol? Oui. Voor de lol. Voor de lol. Ik heb het oudste beroep van de bieren. Het is niet waar. Ben u Timmerman? Ah, ben nog Caramba. Ik heb de borden. Thank you.
dames, heren, mijn internationaal. Hurry up. Hurry up. Oké. Hurry up, Abba. Ja. Dank u. Geen dank. Dames en heren, dan nu mijn internationale truc. Het ei in de vaas. Ik ben bijzonder blij dat... Hallo. Zachtjes, hè, voor de annonce. Mijn internationale truc, het ei in de vaas. Dames en heren, ik ben bijzonder blij dat vertonen in... Hallo? Wat zijn wij aan het doen? Ik maak ze wat kleiner, dan maken ze minder lawaai. Zachtjes, ja? Ben ik mee bezig? Mijn internationale truc, het ei in de vaas. Dames en heren. Silence, please. Stilte. Druk, ei, vaas. Hop. 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 Langs alle muren, grote voeten, grote voeten. Oh, wat hebben wij een grote voeten, jongens, wat een grote, enorme grote blote I'll forgive you.
carry home, oh my love, carry home to my heart. My darling, oh please, little darling, oh forgive me, please come back to my heart, return a man. Please come back, bella mia. Hurry back, hurry home, hurry back. Please come back to my heart, my darling. Stop! Stop! The wrong head I want to do. Hurry up! Daar sta ik wel even op de genieten. Ja. Daar sta ik wel op de genieten. Oh, 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 de reuzen loopt langs Belize, wil u dat geloven? Oh, 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 dat is wel wat hoor. Dat is mijn stieltje hoor. Ja, dat is mijn stieltje, daar hou ik van. Dat hoor. Kan wel wezen, maar u komt hier zomaar het? De honeymoon quiz binnen. Ja. Is niet waar, is dit de honeymoon? Ja. Oh, de honeymoon, oh, die mis ik nooit hè. Die ja. Heb ik nog nooit gemist. De honeymoon quiz mis ik nooit. Dat vind ik wel leuk dan. Ik kijk er nooit naar, dus ik mis hem niet ook. Ik heb een geweldig apparaat, hè, dat is daarvan bekend. Omdat ik in de losse handel zit, hè. Ik zit in de losse handel, mijn naam is Van Ravenswaaien, dat weet u wel, hè. Ja. Nou heb ik dus, omdat ik in de losse handel zit, alles wat van de vrachtwagen afvalt, dat verkoop ik. Nou heb ik hier voor u een apparaat, meneer Brandsteder. Oh, ja, apparaat. Daar krijg u de primeur van. Wat is dat voor apparaat? Welk apparaat? Dat wat u daar dit apparaat, in uw handen. Dit zal maar zeggen, high-tech. High-tech. Dit is high-tech. Wat kan die dan? Wat kan die? Nou, omdat kijk, ik sta hier te kijken, ik had het nog nooit gezien, maar met al die camera's, hè, dat zijn allemaal mensen achter, hè. Ja. Die kunnen ook wel eens een day off hebben of zo, niet waar? Nou, een dag voor. Niet zo. Nou heb ik hier een apparaat dat je zelf kan beïnvloeden wat de camera's doen. Dus dichterbij, veraf. Want ja, kijk, zo'n cameraman, hoe heet die? Regisseur. Ja, nou die regisseur, hoe heet die? Guus van Straten. Is dat de regisseur? Ja. Nou, alle reden om zo'n apparaat. Dan heb je zo'n apparaat hard nodig, want hier kan je zelf regisseren. Ja. Dit is namelijk de high-tech removable. Zeg, maar dat is interessant. Daar kan je geluid mee doen. En geluid en de camerabewegingen en... Special effects nog? Waarom? Special effects. Wat zijn special effects? Ja. Oh, dat soort dingen. Ja, je kunt er alles mee doen. Dus alles kan je hier zelf invloeden. Mag ik dat even proberen? Nou, het is beter als ik het even voor u doe. Denkt u dat? Als u er nog even gaat aan dat geluid geeft, dan doe ik daarbij wel de regie. Wat is dat voor geluid? Nou, ik ga het dan weer zingen. Dat doet u dan, hè? Oh, is oké. Ja, oké. Ik let daar goed. Dag, Alan. Dag, Alan. Return to me. Ik maak nu een close-upje. Ja, graag. Close-up. Close-up. Oh, my dear. I'm so lonely. Was hij goed? Ja, geweldig. Hey, ja. Zie je wel. En dan maak ik nu een groot totaal. Groot totaal. Hurry back. Kijk, zie je het al. Hurry back. Dan haal ik hem dichterbij. Ik haal Harry de camera al dichterbij. Hurry back. Kom maar. Return to me. Oh, hard, hè? Please come back. Kijk, hier, andersom. Hier, hop, terug. Now. Maar dan ben ik nu. Hurry home. Hurry home. Is hier geweldig. Hurry home. Hey, weet je, dat werkt wel, hè? Dan heb ik ook deze my nog. Darling. Mooi, mooi. Zie je wat er gebeurt allemaal? Hij weet het. Please forgive me, I'm sorry. Lachen. Ja, dit is stom. Maar nee. Oh, het geluid. Mijn stem is ja, het geluid. Hier. Ik zet hem uit. Ik krijg hem niet meer uit. Oh! 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 Oh
De knop is... Harry Hall. 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 Oh, voor! Stop dat ding! Ik krijg hem niet uit, als je stopt! Als de muur was! Doe hem uit! Ik krijg hem niet uit! Vooruit! Er is maar één oplossing! Eén oplossing! Wat gaat hij doen? Even Apeldoorn bellen! Wat is dat? Kijk eens! Ik heb even een bordje op de achtergrond. Zo'n gigantisch bord hangt er aan dat mooie balkon. Zo'n gigantisch bord is dat helemaal niet. Moet je kijken bij voetballen, daar hangen heel grotere borden. Niemand leest dat, iedereen holt er langs met een bal. Dat is nu. Je haalt twee tijden door elkaar heen, dat is een anachronisme. Die kan niet komen, die staat kippen uit te joekelen. Wat heb je trouwens op je hoofd? Wat heb je gewoon? Iets akeligs. Wat is geks? Oh nee, ik speel Loekie. Weet je wel, Loekie, die altijd in de stad, die hond die in de sterreclame zit. Dan kom ik op en dan zeg ik, uit de bedoel. Weet je wel? Uit de bedoel. Dat is een leeuwtje. En het past niet in mijn tekst, uit de bedoel. Nee, maar jij zegt hem ook niet. Doe nou alsjeblieft sluikreclame. Oké. Okay. Sluikreclame. Wat doe je? Ik sluik. Romeo. Weer Hans Otjes, daar word je gek van. Ja, wat heb ik naar uw aanblik verlangd? Ik zou u willen vragen, kloek en stout. Ja. Hallo, schat, staat de boot maar koud? Ik doe het ook. En weer weg. Dat is te opvallend. Ja. Oh, Julia, wanneer zal ik u ooit in mijn armen mogen sluiten? De graaf, vooral uw hang- en sluitwerk. Wat is dat? Reclame, de graaf, vooral uw hang- en sluitwerk, weet je wel? Nee, dat weet ik. Heb jij geen hang- en sluitwerk? Nee. Heb ik niet. Moet de graaf bellen. Oh, Romeo. Julia. Ik ben nog zo onbedreven in de liefde. Onze liefde, Julia, is als in een operette. Ja. Nu ook op CD en muziekcassette. Julia, ge zijt nog puur en rein. Hoe oud zult ge nog amper zijn? Nou. Doe eens een gooi. 29, 30. Schoon is haar kunstgebied met Persil. Lady met Persil. Hoe heet die andere rotzooi ook alweer? Oh, Romeo. Julia, mij. Hij zijt mijn koene held des koningslegioen. Wat heet? Hij is een echte vlekkenkampioen. Hou er van geen afnaf, zeg. Wassen met een balletje, hè? Dat er niet zo overkomen. Ik moet er niet aan denken. Oh, oh nee. Oh nee. Oh nee. Zeg maar nee, want dan krijg je de vlieg. Oh Romeo. Julia mijn. Wat moet er van mij worden wanneer gij mij ooit verlaat? Heb geen angst. Ik trek mijn zwaard. Ja. En verdedig mijn aanstaande bruid. Alleen voor beschuit haalt hij hem eruit. Ik hoop vurig dat ik ooit een kind van u bekomen zal. Eet Paul! Waar slaat dat op? Eet Paul, omdat zij zegt dat ze graag een kind van u bekomen zal. Eet Paul. Waarom? Aanbevolen de topfokkers. Hier, hier. Heb ik niet nodig. Even een opener. Met een dweiltje, want hij knoeit. Even openen. Maar Julia, wat slaat ze een vreemde gilletjes? Daar komt zij blaas van natte billetjes. Ik neem zodra ik met u in het reinen ben. Heerlijk, hallo! Ik heb niks gezegd hoor, ik. Romeo, Romeo, wat wil toch die meneer? Wie, ik? Ja, u meneer. Ze zijn meneer tegen mij. Ja, dat dacht ik al.
Ik heb er ook een bijpas, een pommetje bij. Een pommetje? Zal ik hem voor je aantrekken? Hartstikke sexy. Tuurlijk. Doe dat, hè. Ja. Zeg, maar blijf niet te lang weg, hoor. Oeh, mijn duifje. Mijn duifje. Ik hoorde de lokroep op de gang al. Wat is er? Nee, ik riep mijn vrouw. Oh, is dat, wat is wat dat? Een dotje. Ja, leuk is die, hè? Ach, wat die jij is vond leuk. Hem ook leuk. Oh, wat een leuk dat zeg. Oh. Ja, maar die is lollig. Ach jee, is hij dood? Dat is de penoir van mijn duif. Oeh, waar is duifje dan? Ja, die is even uit de bak. Wauw, zo de duiven worden vroeg gelost hier wel, hè? Nou, de doffer zit op de klep, hoor. Nou zeg, nou steut. Wil u nou alsjeblieft wieberen? U hebt mij niet nodig. Wieberen. Oké. I love you. Dit gaat toch veel te ver? Dit gaat heel ver. Dit gaat heel ver. Ik moet eigenlijk een ander zien. Ik denk dat ik ga klagen bij de directie. Excuus, neem ik aan. Wat is er nou gebeurd? Nou, dan moet je maar aan hun vragen. Heel goed. De ketting gaat erop. Zo, niemand kan ons meer storen. De huwelijksnacht gaat beginnen. Ik heb overal op gerekend. Eindelijk met z'n tweetjes. Wil u koffie of thee bij het ontbijt? Zij speelde zo lang bij mij in de revue, ik zeg tegen haar niet eens meer u. Zij is zo idolaat van dieren, dat ze zelfs Maurice de hond wilde versieren. Haar eigen hond heet Bert, normalitair. Maar ze woont nu in het Gooi, dus nu heet hij Albert. Simone Kleinsma is haar naam en ook zij gaat er vanavond lekker tegenaan. Laat ze maar lachen, Fifi. Laat ze maar lachen. We nemen dit... Ik doe het voor de kosten wat jij voor de lol doet. De lol? Oui. Voor de lol. Voor de lol. Ik heb het oudste beroep de bieren. Het is niet waar. Ben u Timmerman? Ah, ben nog Caramba. Dames en heren, dan nu mijn internationale truc, het ei in de vaas. Ik ben bijzonder blij dat... Hallo. Zachtjes, hè, voor de annonce. Mijn internationale truc, het ei in de vaas. Dames en heren... Bijzonder. Laat maar zitten, weet je wel. Oh, dat kan ook. Hoppa, tingeling. Laat maar zitten. Nee, zeg het niet. Wonderlijke man. Neger. Nu zijn we dan toch met z'n tweeën. Oh, zijn we eigenlijk met z'n tweeën. Ja, hoor. Ik heb twee.
Zo, u hebt er zin in, zou ik maar zeggen. Nou, zeg. Ja, ik blijf niet lang. Ik kom alleen maar even vertellen. Hier naast bed staat een telefoon. Ik denk misschien heb je hem niet gezien. Als u nou ineens wil bellen, je hebt toch wel eens dat je wil bellen. Je wil weten hoe laat het kippenwitten begint. Dat heb je toch wel eens. Meneer, u bent veel te vrijpostig. Wilt u nou ogenblikkelijk weggaan hier? Dat kan niet. Ik kom de kamer uitleggen. Dat hoeft toch helemaal niet meer weten. Natuurlijk wel. Weet u nou bijvoorbeeld waar de wekker staat? De wekker? Weet u niet, maar ik wel. De wekker staat aan deze kant, want dat vonden wij een leuke loop. Die zit hier. Torenklok aan de overkant van de straat. Maar slaat hoe laat wil u ongeveer op? Want als u ietsje uit het raam hangt, doet u bij de wijzers, kunnen u ze verplaatsen. Hoe laat 10 uur. Hoeveel? 10 uur. 10 uur, zijn ik zo vast voor u op. Daar! Nou ja. Nou, hij is weg. Die is naar beneden gepletterd. Nou. Van 7 hoog, die slaat een rotfiguur. Ja. Nou ja, man, we laten ons weekend er niet op het darf. Ik ga de koffers uitpakken. Ja, maar Duifje. Ja, nou, als het kan toch een... Hé! Hey. Dan is het nog niet zo bieden van hij jou. Komt terug. Hè? Hij komt retour. Hij komt retour? Ja, absoluut. Kijk dan. Hé, man. Ja. Hand. 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 Ja, tijd voor de hand. Dat is zo. Zo, zie jij wat of zie ik iets? Ik zie ook niks. Ik... Ja! Ik dacht dat u daar vandaan kwam. Oh nee, ik kwam van die kant. Dan komt zo even goed terecht gekomen. Ik ben een goede aarde gevallen zonder grote bak met goede aarde. Ik ging er bam recht in. Nou ja, wat zal u gedeeën, zeg? Dank u. Goedenavond. U hebt mij niet meer nodig. Alsjeblieft niet, gaat u weg. Ja, nog even, tot slot. Wat is dat? Michael Jackson. Het slaat toch helemaal nergens op, meneer. Blijft u nou weg, alsjeblieft. Ja, die man is zei, joh, tegen wat ik hier heb. Ah. Meen je wel, peinoir. Ah. Vind je mooi? Wacht op de gang, ik kijk even of de kamer in orde is. Ja, ogenblikje. Is in orde, in orde. Perfect. Welkom in het familiehotel. Nou, familie hebben we nog niet. Nou ja, de avond is er jong, dan kan er van alles gebeuren. Zo is het toch? Dit is onze bruidssuite. En hier komt de bruid. Daar. Wauw, dat is een oldtimer, hè? Jongen, hè? Nou ja, goed in vet houden, weinig gebruiken, gaan ze nog lang mee, hè, die dingen, hè. Maar goed, de avond komt wel om, want er is vanavond een leuk programma op televisie. Oh ja? Ja, mooi, mooi. Mijn vrouw zei dat we heel wat anders gaan doen. Och, wat jammer. Vanavond een goede film op tv, hoor. Weet je ook alweer. De Bruiden van Dracula. Bruiden van Dracula. Oh, hij is al begonnen. Nou, hè, dan doen we één plezier en stuur die man onmiddellijk de kamer uit. Ja, ja natuurlijk, meneer, u moet ook onmiddellijk weggaan. Wij moeten even rustig maken. Nee, u bent in de war. U moet eruit. Nee, u moet eruit. Ik heet Herman. Nee, ik ben Herman. Hoe kan dat nou? Ik ben toch Herman? Ik heet Herman, meneer. Heet u ook Herman? Schiet er maar alsjeblieft op. Hoe is het mogelijk? Ik ook Herman. Ik heb u altijd alles kennis met u willen maken. Hoe maakt u het? Eruit. Ja, hartelijk bedankt voor de service. Nou zijn we in de bruidssuite, hè? Is het toch fijn om in de suite te zijn. Ja, wat gebeurt er naast me? Wat is dat? Ik begeleid het even. Nee, ik sta hier nog, want we hebben nog niet gedaan van bedankt voor de service. Oh ja, dat ben je vergeten, Herman, dat is gebruikelijk. Bedankt voor de service. Bedankt voor de service. Oh, dat komt in orde, mijn duifje. Heel goed, duifje. Ja, meneer, hartelijk bedankt voor de service. Graag gedaan. Het is goed zo. Ja, nee, maar dan moet ik toch doen van hoppa, tingeling, lach. Oh, dat is de lift. Oh, we kunnen met de lift. We gaan met de lift, hoeven we niet te lopen. Met een doos aan een touwtje. Gaan we omhoog? Ja, met een doos. Oeh, pardon. Neem ik kwalijk, ik neem de volgende wel. Dan kan u even met z'n tweeën blijven, hè. Dus denk ik pas getrouwd. Ja, ik zag het, ze gulp stond open. Bonjour.
pas met de keel. Pardon? Bij je keel. Oh, je ne comprends pas hollandais, monsieur. Salut. Je ne comprends pas hollandais. Oh, ben u Frans? Ah oui, je suis Français. Ah, hallo Frans, ik ben Herman. Bonjour. Ja. Est-ce qu'il y a problème avec l'ascenseur? Pardon? Problème avec l'ascenseur. Ik, Gaat er een en gaat er daar weg? Goed. Problemen met de lift. Hoe met de lift? Oui? Nou, dat zijn geen problemen, maar er staat een pasgetrouwd paardje en die gaan even op en neer met z'n tweeën. Dus ik zeg, gaat u maar even... Paardje? Ja, die zijn pasgetrouwd. Qu'est-ce que c'est paardje? Nou, pasgetrouwd paardje, dat is een pasgetrouwd... Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est paardje? Nou, een pasgetrouwd paardje, maar pasgetrouwd is een pasgetrouwd paardje. Qu'est-ce que c'est paardje? Oh, le petit cheval. Ik doe het ervoor. Ze zijn in de witte broodsweken zodoende. Witte brood? In de witte brood, dat ze in een pasgetrouwd paardje... Qu'est-ce que c'est witte brood? Nou, dat zeg je toch zo, dat ze in de... Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est witte brood? Nou, in het stokbrood. Franse stokbrood, tot zover zitten ze met z'n tweeën. Zeg, maak eens vragen. Wat doet u eigenlijk voor de kunst?